In het plaatsje Zevenhoven, dat in het puntje van het bisdom Rotterdam ligt, is een prachtige Lourdesgrot nagemaakt. En daarmee is het ook een bedevaartsplaats van het bisdom Rotterdam. Vandaag neem ik u mee naar deze prachtige plek. Het is een stralende dag als we aankomen bij de Johannesgeboortekerk. De koster hier, Gerard van den Ham, staat ons al op te wachten. Hij is dagelijks bij de Lourdesgrot te vinden en ontvangt gastvrij de vele bezoekers die hier fietsend, wandelend of met de auto naartoe komen. Welkom hier zo in het Noordeinde, een gedeelte van de gemeente Zevenhoven. Achter de kerk hebben we een hele mooie Lourdesgrot van bijna 108 jaar oud. Het gebeurde in die tijd wel vaker dat Lourdesgrotten werden nagebouwd in Nederland. Reizen was meer dan 100 jaar geleden zeker niet gewoon en mensen hadden vaak ook het geld gewoon niet om ver weg op bedevaart te gaan. Dat gold in die tijd waarschijnlijk ook voor de twee huishoudsters van pastoor Meijer, die dolgraag mee wilden op bedevaart naar Lourdes in Zuid-Frankrijk. De pastoor zelf is wel naar Lourdes geweest en dat heeft zo'n grote indruk op hem gemaakt dat hij de grot waar Maria verschenen is in Lourdes liet nabouwen in zijn eigen parochietuin. En zo werd het voor de hele omgeving een betekenisvolle plek om net als in Lourdes een kaarsje op te steken, Maria te eren en via haar te bidden tot God. Ik loop hier dagelijks, soms een aantal uren wel, en dan ontmoet ik ontzettend veel mensen. Als jij de tijd neemt voor de mensen, dan zijn die mensen heel vriendelijk, aardig en dan hebben ze ook tijd voor jou. En dat vinden mensen heel belangrijk tegenwoordig, dat je tijd neemt voor ze. De grot vertelt het verhaal van de heilige Bernadette Soubirous. Een eenvoudig meisje aan wie Maria verschenen is in 1858 in de Zuid-Franse plaats Lourdes. Bernadette is dan 14. Zij is de oudste dochter van de familie Soubirous. Het gezin woont door armoede en werkloosheid gedwongen in het cachot, een vroegere gevangenis. Vandaar gaat Bernadette met haar zusje en vriendinnetje buiten de stad hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het molenkanaal de andere meisjes te volgen, hoort ze plotseling het geluid van een windstoot. Als zij dat een tweede maal hoort, kijkt ze naar de grot in de nabijgelegen rotswand, de rots van Massabielle. En ze ziet iets wits. Een dame met een mooi figuur, met een rozenkrans in haar hand. Een beetje bang pakt Bernadette haar eigen rozenkrans. Ze knielt en wil een kruisteken maken, maar dat lukt haar niet. Pas als de dame het haar heeft voorgedaan, kan ook Bernadette het kruisteken maken. Een paar dagen later volgt de tweede verschijning. Het is de zondag van carnaval en na de hoogmis gaat Bernadette met haar zus en nog een paar vriendinnetjes naar de grot van Massabielle. Ze wil kijken of ze zich niet vergist heeft. Voor de zekerheid heeft zij een flesje wijwater meegenomen. Bij de grot gekomen knielen ze en beginnen ze de rozenkrans te bidden. En weer ziet Bernadette de dame. En nu besprenkelt zij deze met wijwater. Maar de dame glimlacht en gaat niet weg. Dan raakt Bernadette in extase. Haar ogen staan wijd open en ze wordt wit als sneeuw. De andere meisjes worden er bang van. Ze gaan hulp halen bij de molen van Savie. De molenaar en zijn moeder halen Bernadette in huis. Dan komt ze pas tot zichzelf en ze vertelt dat ze Aquero, dat betekent dat, weer heeft gezien. Een mooie dame met een rozenkrans aan de arm. En zo volgen er nog meer verschijningen van Maria aan Bernadette. Een bron ontspringt in de grot van Lourdes. Een kerk wordt gebouwd en genezingen volgen. De bedevaartsplaats trekt steeds meer bezoekers, miljoenen per jaar, tot op de dag van vandaag. En ook de Lourdesgrot in Zevenhoven trekt het hele jaar door bezoekers. Ja, iedere dag komen wel mensen, ook in de winter slecht weer, dus dan blijven ze niet lang, dan steken ze een kaartje op en dan gaan ze weer. Ja, kijk, innerlijk gebeurt er heel veel. Aan de buitenkant zie je dat niet vaak aan mensen, maar innerlijk gebeurt er soms zoveel. En ze verwachten niet lichamelijk genezen, maar genezing van binnen. Om weer kracht te krijgen, om weer vooruit te kunnen. Behalve de Lourdesgrot is er in Zevenhoven ook een stiltetuin. We hebben het pad laten verharden, speciaal voor een rolstoel. We hebben overal een bankje staan waar je rustig kan zitten. Te genieten van de natuur. En dan, ja, het wordt vervelend, maar dat zeg ik ook alweer door God gegeven. Dat kunnen we zelf niet maken. We moeten zelf wel verzorgen, de aarde. Je moet ze wel een water geven op zijn tijd, anders verdorren ze. Maar
We kunnen ze niet laten groeien. Dat doet God dan weer voor ons. En ja, daar mogen we zeker van genieten. Wandelend door de stiltetuin vraag ik me af wat het verhaal van Bernadette vandaag nog te zeggen heeft. Dat Maria uitgerekend Bernadette uitkoos om aan te verschijnen, zal vast geen toeval zijn geweest. Bernadette leefde in diepe armoede en vond troost en kracht in een grot wat toen nog een varkensschuilplaats was. Dit verhaal laat ons zien wie God is. Wat arm en klein is, heeft God uitgekozen, lezen we in Paulus' brief aan de Korintiërs. Het is een veelzeggende boodschap in onze wereld. Voor God hoeven we ons niet flinker voor te doen dan we zijn. We zijn door Hem geschapen, Hij kent ons door en door en we mogen ons altijd tot Hem richten. En als God net iets te ver weg voelt, mogen we ook bidden via Maria. Met haar moederlijke liefde begrijpt zij ons en brengt ons bij haar zoon Jezus. De Lourdesgrot is dag en nacht geopend, dus u kunt altijd hier naartoe komen om even in de stilte te zitten en een kaarsje op te steken. En ook deze prachtige kerk hier achter mij is elke woensdag en elke vrijdag in de maanden juli en augustus van 1 tot 5 uur geopend. U bent van harte welkom om hier een keer naartoe te komen.